verhaal van Tom Mason. Op een koude herfstdag, ergens in november, werd jonge Tom Mason geboren. Zijn ouders wisten nog niet welk supertalent ze in de wieg hadden. Tom droomde ervan als hij groot zou zijn om veldrijder te worden, zoals iedereen hem kon zien op de tv. Tom Mason stond heel veel op het podium tijdens zijn jeugdjaren en won ook veel wedstrijden. In 2010 komt de grote kinderdroom van Tom Mason uit. Hij wordt profrenner. Telenet Fidea wordt zijn ploeg. Tom Mason, zijn lievelingsparcours is Asperhavere. Tom springt als de beste over de baaltjes. Niks houdt Tom Mason nog tegen, zelfs het zand kan hem niet tegenhouden. Kunstjes kan Tom ook als de beste. Tom Mason rijdt ieder jaar de Bipos Banktrofee. Tom Mason op het podium van de Bipos Banktrofee. Bij de Bipos Banktrofee is er een wedstrijd van de strafste supporter. June Dupont is de strafste supporter van Tom Mason. Waarom?